Het is vandaag zaterdag 3 mei en afgelopen donderdag heb ik mijn tussentijds evaluatie gehad met mijn stagebegeleider vanuit de Haagse Hogeschool, Ad Henneveld. En Ernest was er ook bij. En voordat ik erheen ging, had ik al nagedacht over wat mijn kwaliteiten zijn dat ik kan inzetten voor TC Green Lifestyle Experience. Maar hier kwam ik nog zelf nog niet helemaal uit. Maar door de tussentijds evaluatie ben ik toch achter een aantal kwaliteiten gekomen. Eén daarvan was mijn bij de hand benadering. Ik dit zo zeg, klinkt trouwens niet heel positief, maar ja, het is toch wel op een professionele wijze. En daardoor krijg ik toch dingen los wat andere mensen misschien niet los zouden kunnen krijgen bij mensen. En verder mijn kwaliteiten als CMV'er is dat ik een breed scala aan competenties geleerd heb. Dus je kan me ook in heel veel vlakken kan je mij inzetten. Maar dit is ook wel een beetje een valkuil voor mij, want ik vind zelf ook heel veel dingen interessant en ik krijg ook de mogelijkheid bij TC Green Lifestyle Experience om mijn eigen leerroute een beetje vorm te geven. Maar omdat ik zoveel dingen interessant vind en een breed scala aan competenties heb geleerd, dan wil ik nog wel eens een beetje verdrinken in alle werkzaamheden. Dus de kwaliteit kan een beetje ten koste gaan van de kwantiteit. Dus waar ik me voor op moet gaan richten de aankomende periode is: wat wil ik zelf leren? En ja, wat wil ik bereiken aan het einde van mijn stageperiode? Dus daar moet ik me een beetje op gaan focussen. Aankomende week ga ik werken aan Paleiskwartier en aan mijn moestuintje. En ik ga niet te vergeten ook naar Biella vrijdag. Dus daar moet ik me ook nog een beetje van voorbereiden. Dus drukke week, maar ik heb er zin in.